Op de 80ste verjaardag van Sabrina's grootste idool fietsten we deze morgen met de wind van achter naar de Sint-Martinuskerk in Aarsele, een deelgemeente van Tielt waar in 1971 een Brits passagiersvliegtuig neerstortte. Alle 63 inzittenden kwamen er om. Daarna volgden we opnieuw de omgekeerde voetstappen van Arnoud en zijn vrienden via de oude GR129. Reizenleden vond het blijkbaar jammer dat de route niet door haar dorpskern trok en ik vermoed dat ze het consortium achter de GR een flinke duit hebben gegeven, zodat de route van Aarsele tot over Reizenleden volledig werd hertekend. Wij volgden slaafs ons madame van Komoot, want we hadden er geen idee van waar de GR start in Aarsele. Markeringen hebben we er niet gevonden, overschilderde oude markeringen des te meer. Maar de oude route was best het stappen waard. Dat vonden ook vele wandelaars die we deze voormiddag in omgekeerde richting tegenkwamen. Toen we Aarsele verlieten even voor 10:30, zagen we twee molens. Eentje was lustig aan het draaien. De Artemeersmolen hield het rustig vandaag, hoewel hij nog vaak gebruikt wordt voor het ambachtelijk vermalen van granen. Met poeken in zicht passeerden we IJshoeve de Beekhoeve. 6 euro lichter, hadden we 2 potjes uit de automaat kunnen vissen waar we elk de helft van opaten om daarna te wisselen van smaak, aardbei en stracciatella. Geloof het of niet, maar we bezochten het domein rond het kasteel van Poeken met de deskundige uitleg van Arnoud Hoube himself. Ik moest daarvoor wel een app installeren. De volledige wandeling doen we later wel eens over. Boeren hebben veel werk in te halen met de voorbije natte weken. Niet verwonderlijk dat we zo vaak voor hun tractoren plaats moesten maken op de landelijke wegen. Maar voor de rest was het ontzettend rustig langs de baan. We waren aangenaam verrast door de vele uitgestrekte groene velden. Blijkbaar wordt er opnieuw meer graan gekweekt in onze kontrijen. Enkel de laatste 5 kilometer verliepen terug over het officiële graafpad. Mijn poging om een kortere route te nemen op het einde strandde aan de poort van een huis. We waren verplicht op onze stappen terug te keren zodat de kilometers aandikten. Tegen 16:30 waren we terug bij de camper met 24,1 kilometer op de teller. Na een koekje en een drankje pikten we onze fietsen op bij de Sint-Martinuskerk van Aalter. De moderne glasramen bekijken we de volgende keer. Hopelijk is de kerk dan open. Oh ja, dat idool van in het begin, Boudewijn de Groot.